Welkom bij Score Super League met vandaag de hoogtepunten van speeldag 13. 1-2 was de populairste uitslag en Anderlecht heeft dit seizoen al meer dan 80 keer gescoord. Ongeslagen leider Anderlecht kreeg vrijdagavond hekkensluiter Charleroi op bezoek. Een wedstrijd die in op papier althans eigenlijk geen problemen mocht opleveren. En dat bleek al snel. In de eerste minuut gaat de eerste poging van De Kengui maar nipt naast. Goed in de draai, maar nog niet goed gericht. Bij een ingestudeerd vrije trapnummertje tikt Wulaert nogal ver voor. De Neve, die er toch nog net bij kan, haar afgeweken schot gaat binnen. 1-0 na precies 5 minuten. Nog een vrije trap van vlak voor de 16 wordt met vakkundige precisie langs de muur geplaatst door Tessa Wulaert. De 28e voor Tessa. De partij ligt nu al in de paars-witte plooi. Zonder echt door te duwen domineert Anderlecht. En als de bal voor de voet van De Kengui valt, dan weet je hoe laat het is. De gouden schoen weet van wanten, aarzelt uiteraard niet. En Collet mag zich voor een derde keer omdraaien. Anderlecht mept dan in 7 dolle minuten de tegenstander helemaal knock-out. Vloeiende combinatie Wulaert naar De Kengui, die met haar tweede goed is voor 4-0. Amber Maximus is de volgende die Charleroi injecteert. Niet met een coronavaccin, wel met goal nummer 5. Voor de volledigheid, we spelen nog geen half uur. En we moeten aandachtig blijven om de tel niet kwijt te raken. Want Anderlecht blijft pushen en scoren met de ogen bij wijze van spreken toe. De Kengui maakt er 6-0 van. Voor Anderlecht heeft de eerste periode veel weg van een gezapige oefengalop die zich op 1 speelhelft heeft afgespeeld. Je ne trouve pas qu'ils ont freiné dans leur envie et physiquement, je trouve qu'on est vraiment très très bien. Mais on a essayé absolument de passer dans l'axe du jeu où il y a le plus de monde. Et je pense que si on avait occupé un petit peu plus ou faire plus d'actions sur les flancs, on aurait marqué peut-être plus. Mais bon, le coach il est très content. Hein, ils ont marqué aujourd'hui leur 80e but, je pense. Et on est à la moitié de la compétition. Donc oui, c'est bien, c'est très très bien. Il faut continuer, il faut pas perdre le focus. Rester concentré pour les prochains matchs. Zelfde spelbeeld na de pauze. 21 speelsters, meestal op 1 speelhelft. Die van de bezoekers. Anderlecht doet het wel rustiger aan en wacht geduldig af. Met 6-0 hoeft het natuurlijk ook zo nodig niet meer. En vroeg of laat zal zich wel een kans aandienen, lijkt het credo. En dat is ook zo. Tessa Wulaert staat weer goed gepositioneerd en scoort 7-0. Tot echt offensief gevaar van Charleroi komt het niet. De Carolo-coach ziet wel 3 van zijn speelsters geblesseerd uitvallen en daar is hij toch niet helemaal gerust in. C'est surtout aussi on espère que c'est rien de trop grave au niveau de Ilenia, Inès et de Jennifer parce que c'est des joueuses pour nous importantes et donc on espère qu'elles vont être vite de pied sur pied de retour pour la semaine prochaine. Als Wulaert in de slotfase haar snelheid en vuurkracht nog eens etaleert, mogen we de 8-0 noteren. De derde van de avond voor Tessa, die er in deze competitie ondertussen al 30 op haar konto heeft. Ik hoop gewoon dat we kampioen spelen en de rest dat is mooi meegenomen. Maar ik ben vooral blij dat we vandaag blijven gaan zijn. Want oké, je kunt altijd zeggen 3-4-0 en we boeken toe, maar dat is niet onze mentaliteit. En ja, hoe meer doelpunt, hoe liever. Anderlecht heeft nu 39 op 39. En de trainer heeft later op de avond bij de voetbalkrant nog belangrijk nieuws te melden. J'ai passé 5 fabuleuse années ici au Sporting et c'est pas fini. Hein. Il reste encore quelques mois et je voudrais bien que, enfin, j'espère que ça continuera à être aussi bien que pour l'instant. Mais ce sera ma dernière session au Sporting, aussi bien comme coach que comme directeur de la section féminine. Ce sera une fin en juin 2021. Genk kreeg op deze 13e speeldag Standaar op bezoek. Op Standaar waren de Limburgse jonkies een paar maanden geleden nog wat onder de indruk van de tegenstander. Nu was het uitkijken of ze op eigen veld na 0-6 na de winterstop opnieuw iets zouden kunnen oogsten. Maar Genk start goed georganiseerd en vangt de Luikenaars erg goed op. En als die al eens komen piepen, dan loopt het mis. Davinia van Mechelen komt met een vrije trap dichtbij. De bal gaat naast. We spelen dan bijna een half uur. Maar diezelfde van Mechelen positioneert zich perfect als Standaar met Kaleo van op links komt aanzetten en ze devieert de knappe voorzet voorbij Delvaux.
De vijfde competitietreffer van Van Mechelen, 0-1 na een eigenlijk best evenwichtige eerste helft. De tweede helft is goed 10 minuten ver als Sien van de Zande een vrije trap mag nemen en een Ronaldootje doet. Een fenomenale goal van de Zande. Lichtvis is geklopt en de score staat weer gelijk. Maar wat een doelpunt van op zo'n 30 meter. Daar wordt de mens stil van. En Genk blijft duwen en proberen. We zijn 5 minuten later als de ingevallen Zoe van Einde het op een afvallende bal probeert. Aardig schot, een metertje naast. Standaard blijft geduldig en als Van Mechelen van aanroden bereikt, zet hij mooi voor. En de pas aangeworven Sophie Kobissen prikt de 1-2 binnen. We spelen iets meer dan een uur. Genk blijft moedig proberen, maar de ervaring van Standaard begint te wegen. Als Van de Steen balverlies leidt, gaat Kaleeuwer vandoor. De voorzet wordt onbegrijpelijk gemist door Gelders en Genk komt hier goed weg. Het is slechts uitstel, want nauwelijks een minuut later zien we een mooie rush van Gelders. Die houdt een klare kijk, zet voor en Aster Janssen steekt de bal voorbij Delvaux, die zich een derde keer mag omdraaien. 1-3. Genk laat de hoofdjes niet hangen, zoekt wel nog naar de aansluitingstreffer, maar voorbij Lichtvis geraken, dat lukt niet. En ook Standaar vindt de weg naar de Limburgse netten niet meer. Zo blijft het 1-3. Standaar doet wat het moest doen, winnen dus. En Genk heeft toch wat vertrouwen getankt voor de volgende opdracht. En dat is uit bij Oud-Heverlee Leuven. Gent zakte met vertrouwen af naar het Vallonstadion. Het pakte 9-9 in zijn laatste 3 wedstrijden, terwijl Woluwe op eigen veld een mooie 4-6 haalde tegen Charleroi en Club Wailé. Na 2 minuten spelen krijgen we al meteen een eerste grote kans. Lomme loodst Lonen door de buitenspelval, maar haar poging strandt op de lat. Gent is duidelijk de betere ploeg, maar slaagt er niet in dat overwicht om te zetten in doelpunten. Lomme stormt alleen op het Woluwe-doel af, maar ze geraakt niet voorbij Engelen, die een berensterke match keept. Woluwe beperkt zich tot counteren, al komen daar niet veel kansen uit voort. Dit is hun enige schot tussen de palen voor de rust. Nog voor de pauze krijgt Gent een kans op vrije trap. De afgeslagen bal komt bij Van de Velde. Haar gekraakte poging landt in de voeten van Jacques, die onbegrijpelijk mist. Zo blijft het 0-0 na 45 minuten. In de eerste helft hebben we niet zoveel gevoetbald, gewoon ons blok gezet. En als we proberen, dan zie je ook wel dat er veel kansen uitkomen. Toch is het Gent dat met dezelfde aanvallende drive uit de kleedkamer komt. Van Kerkhoven mist eerst nog haar schot, maar Gent blijft in balbezit en vanuit de draai schiet ze alsnog raak. Bondscoach Cerneel zal tevreden zijn. Hij selecteerde haar voor het eerst opnieuw sinds haar zware blessure. Het is altijd leuk om je naam te zien in die selectie. En als je dan voor die kleuren mag spelen, dat doet altijd heel veel deugd. Dus ik ben blij dat ik er terug mag bij zijn. Ja. Woluwe komt snel met een reactie op een stilliggende bal die rakelings voorbij alles en iedereen gaat. Na 75 minuten gaat Gijsbrechts er vandoor. Ze ziet dat Everaar ver voor haar kooi staat, lepelt de bal heerlijk binnen en brengt Woluwe verrassend op gelijke hoogte. De bezoekers gooien dan de ene lange bal na de andere naar voren om alsnog de 3 punten mee te pakken. In de laatste minuut krijgt De La Cau de bal aangespeeld en maakt ze het nog af ook. Dankzij haar eerste goal in de Super League wint Gent uiteindelijk toch van Woluwe en ze zijn daar heel blij mee. Dus niet goed voor het hart, maar die ontlading is wel extra groot. We zijn super blij dat we toch die 3 punten kunnen pakken. Ik denk over de 90 minuten heen dat het wel verdiend is. Maar dat we onszelf in een lastig parket gebracht hebben door even de controle te verliezen, dan zie je weer hetzelfde scenario opdoemen van in onze thuiswedstrijd, waar we ook op het einde dat tegendoelpunt slikken. En nu gelukkig kunnen we zelf eens in de laatste minuten het winnende doelpunt maken, wat dat toch extra zoets maakt. Bij Woluwe zijn ze uiteraard teleurgesteld dat ze in slot toch nog een punt uit handen moesten geven. C'est un peu frustrant de prendre un goal dans les dernières minutes. Mais bon, voilà, je pense que Gand était plus fort que nous aujourd'hui. Donc les 3 points sont mérités pour eux. Mais c'est vrai que si on pouvait faire le hold-up et prendre un point, c'était bien pour nous. Yeah.
Zaterdagmiddag werd de West-Vlaamse derby tussen SCV en Club Wyalee gespeeld. De club kon een interessante zaak doen en de kloof met de top 3 verkleinen, terwijl Zulte na een 1-9 snakte naar een overwinning. Dat beloofde dus. Het wordt spannend hè, voor die top 5. Natuurlijk, een derby is altijd iets speciaals. Het zijn altijd de hele intense wedstrijden tussen Club Wyalee en Zulte Waregem. Maar we gaan zoals altijd proberen van die 3 punten te pakken. We gaan er alles aan doen om die kloof met die top 3 toch zo klein mogelijk te houden. In het openingskwartier komt het enige gevaar van Zulte vanuit stilstaande fases. Sinds Red Flame Jana Corijn gestopt is en Corina Luiks vertrokken is naar Lazio, missen ze voorin echt scorend vermogen. Beide ploegen houden elkaar aanvankelijk in evenwicht. Het eerste half uur valt er dan ook weinig te beleven. Tot doel vooral Meerschaert in de 36e minuut plots riskant past naar de Priester in de 16. Van Geluwe ruikt haar kans, ze verovert de bal en Minaert tikte 0-1 tegen de netten. Zo'n fouten worden door ploegen als Club Wyalee altijd afgestraft. Zultes gebrek aan concentratie betaalt het meteen daarna weer cash. Gunst serveert de voorzet en Van Geluwe werkt af. Zo komt SCV na 38 minuten 0-2 achter. Dat is meteen ook de score aan de rust. Dat is altijd leuk om met een voorsprong de rust in te gaan. Dat maakt het altijd iets makkelijker. Dan moet de tegenstander wel komen. Dus ik denk dat we wel ook op belangrijke momenten die 2 doelpunten hebben gemaakt. Dat goed was in de match, want het was wel een fel bevochten match en met veel duels ook. Dus ik denk dat het altijd wel gemakkelijker is om dan mijn voorsprong de rust in te gaan. Het is jammer dat we toch wel dat eerste doelpunt louter weggeven door een communicatiemisverstand of de verkeerde keuze die we gemaakt hebben. Dan volgt die 0-2 inderdaad zeer snel. Van onze zijde was het, ik kan niet zeggen, buitenspel of niet. Oké, we gaan dat in twijfel trekken ook. Maar het is jammer dat als je na zo'n eerste helft 0-2 de rust in gaat. Na 3 minuten in de tweede helft krijgt Club het bijna opnieuw cadeau. Na een ziekenhuisbal van Bouabadi komt Guns in balbezit. Ze speelt Van Geluwe aan, het schot gaat naast. Nog steeds is er in de stadions geen publiek toegelaten, maar een streekderby blijft aantrekkelijk, ook al moet die van op de parking bekeken worden. Het is tenminste iets. Op het uur krijgen we een vrije trap van Mergiers die in doel verdwijnt. De vlag gaat eerst in de lucht, maar het doelpunt wordt toch toegekend. Zo staat het 1-2 en wordt het toch weer spannend. Coach Van der Elst laat zijn ongenoegen over de situatie blijken en krijgt geel voor bezwaar. Het is inderdaad erg onduidelijk. Volgens wat ik gehoord heb, was er iemand van Club Brugge die de bal kort aanraakt. Waardoor dat eigenlijk een on-goal is en waardoor dat er niet gevlacht werd. Daarom was de scheidsrechter die eigenlijk teken deed dat de vlag terug naar beneden mocht gaan. De reactie van Club Wyalee volgt meteen. In minuut 63 dribbelt Temmerman van achter de middenlijn naar voor en stuurt de korte diep. De korte bedient Minaert met de voorzet, maar nu wordt het doelpunt wel afgekeurd wegens buitenspel. Maar het verandert uiteindelijk niks, het blijft 1-2. Zaterdagmiddag ging Oud-Everlee Leuven in Aalst op zoek naar de revanche voor de 1-8-pandoering vorige week tegen Anderlecht. Maar evident werd dat niet, want Aalst mag dan wel voorlaatste staan. Het lijkt stilaan zijn draai te vinden in de Super League. Het pakte verrassend 3-6 in de tweeluik tegen Standaar. We hebben gezegd van tegen het einde van het seizoen willen we progressie zien. We proberen toch altijd te voetballen, dus dat is wel in kwaliteit. Dus ik denk wel dat we ons plaatsje stilaan aan het verdienen zijn in de Super League. Ja. Het eerste kansje is wel voor de bezoekers. Kator bedient Lamer, haar kopbal gaat over. Het wedstrijdbegin gaat goed op en neer. 1 minuutje later probeert Boudewijns het van heel ver. Toevra van den Berg wordt bijna verrast, maar is net op tijd terug om te pareren. Dan is het weer aan Oail. Janssens zet met een splijtende pas van Zaire en Lamer voor doel, maar Pelles keert net op tijd terug. Oel moet het doen zonder Marie de Truijer, die met een lichte blessure kampt. Wel er opnieuw bij is Hanna Eurlings en zij zat na 25 minuten Lamer alleen voor doel. Beetje laconiek, maar wel efficiënt. 0-1, het tweede doelpunt voor Lamer dit seizoen. Aalst is niet van slag en reageert haast onmiddellijk. De voorzet is van Van Loek, de kopbal van Van Gils gaat naast. Maar dan heeft Nikki Pelles een blackout. Ze laat zich de bal afsnoepen door Lamer.
Die is op weg naar haar tweede van de middag en die komt er ook. 0-2 opnieuw met een lopje. Lamer, jong talent van amper 17, komt steeds meer aan de oppervlakte bij OHL. Het is ja, belangrijk dat ik minuutjes krijg en nu een hele wedstrijd gespeeld. En ik moet mij gewoon tonen en dan ja, altijd voor het plaatje vechten. Er is niks zeker en ja, daar doen we het voor. Bij Aalst is het nu van moeten, wil het zich terug in de partij knokken. En dan kijken de Ajuinen toch vaak naar Boudewijns. Die krijgt de bal in de voet en als een echte killer lopt ze over van den Berg. 1-2. Niet verrassend is het Boudewijns die daarvoor zorgt. De spits die wel al een hele wedstrijd met een pijnlijke grimas rondloopt en naar de heup grijpt. Ik heb enorm veel last. Ik werk in het weekend als zorgkundige en dat is heel zwaar. En ja, belast eigenlijk mijn rug heel veel door dat. Dus we gaan verder zien. Ik heb echt op mijn tanden geweten. Maar... De laatste kans in de eerste helft is nog voor OHL met Eurlings, die misschien iets te lang twijfelt, van horen kan terugkeren. En zo staat het bij de rust. 1-2. Het is wachten op gevaar in de tweede helft. We zijn 10 minuten ver als dit schotje van Janssens voorlangs hoeft. En het is vooral langs die rechterflank met een bedrijvige Zil Janssens dat OHL kan dreigen. Flux voorbij Van Loek, maar Bakarne staat in de weg. De actie die was bijzonder knap, de afwerking had beter gemogen. Op het uur wordt de geblesseerde Daisy Boudewijns uit haar lijden verlost. Henriette Awete komt haar vervangen. Aalst krijgt in de tweede helft maar weinig klaar. Dit schotje van Van Gils gaat over. En ook OHL kan niet meer dreigen. Zo wordt de tweede helft eigenlijk een maat voor niks. Leuven wint wel met 1-2 en zo is de 1-8 van vorige week toch een beetje vergeten. Als coach, als speelster, 1-8 rond je oren krijgen, dat is nooit leuk. Dan ga je dat meepakt en dan wil je dat zo snel mogelijk uit je geheugen wissen. En zeg het, vandaag was er wel echt duidelijk 1 opdracht en dat was alles hier achterlaten en alles achterwege laten en zorgen dat je met een positief gevoel naar huis kan gaan. En ik denk dat we dat vandaag moeten doen. Aalst mag dan wel verliezen, het kan toch steeds meer zijn voet zetten naast de andere ploegen. Maar echt helemaal tevreden is de coach niet. Ik denk dat er 4-5 mensen onder hun niveau hebben gevoetbald. En ja, in deze omstandigheden, op dit moment, is dat eigenlijk onaanvaardbaar. Dus we kunnen niet tevreden zijn. Nee. We kijken naar het uitslagenbord met uiteraard de uitslag van Paars-Wit die er uitspringt en verder geen echte verrassingen. In de rangschikking blijft de top 3 identiek en begint de top 5 zich toch stilaan af te tekenen. In de rechterkolom staat alleen Genk afgezonderd van de rest. Volgend weekend zijn we aan speeldag 14 toe. Vooral Gent-Zulte Waregem en OHL Leuven Racing Genk zijn de matchen waar het in deze koude dagen wel eens warm zou kunnen worden. Tot volgende week!